Een Rotterdammer krijgt bezoek dat hem nog lang zal heugen. Een groep mannen heeft blijkbaar een appeltje met hem te schillen. De man wordt gegijzeld, mishandeld en hij wordt gedwongen om geld op te nemen. Inmiddels zijn er een aantal aanhoudingen verricht, maar er worden nog mannen gezocht. En daarvan laten we u beeld zien. Dit bizarre verhaal begint in de Zwart-Jansstraat in Rotterdam. We hebben het hier over een zaak die we niet iedere week in Bureau Rijnmond hebben, de ontvoering. Op 18 februari werd een Rotterdammer bedreigd op de Zwart-Jansstraat. Meerdere mannen in het spel. Die namen hem mee in een auto naar de Van der Sluisstraat. Ook daar werd hij bedreigd. Tegen zijn wil in, dus hij werd ontvoerd. Nou, daar bleef het niet bij, want van de Van der Sluisstraat werd hij opnieuw meegenomen naar de Zwart-Jansstraat. En daar moest hij pinnen. En het geld wat hij uit de geldautomaat haalde, moest hij vervolgens afgeven. In deze zaak zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. Van 2 nog niet opgepakte verdachten zijn beelden. Ze staan hier in de lift. De politie weet dat er een conflict is tussen slachtoffer en verdachten, maar de achtergrond van dat conflict is nog onduidelijk. Uiteraard maakt dat ook onderdeel uit van het onderzoek. Nou, we weten dat bij de bedreiging en de ontvoering en het dwingen tot het opnemen van geld, dat er in totaal 6 mensen betrokken zijn geweest. 4 van hen hebben we inmiddels aangehouden, maar we zoeken er nog 2. Nou, we hopen dat de kijkers van Bureau Rijnmond die 2 mensen herkennen en dat aan ons doorgeven. Heeft u tips? Bel dan met de politie Rotterdam 0860 70. Meld misdaad anoniem kan ook 0800 7000.